Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we wolkenvelden boven Nederland. Er waren ook opklaringen. In die opklaringsgebieden daalde de temperatuur naar zo'n 4 à 5 graden. Koude nacht dus, plaatselijk ook mist. En die mistbanken zitten vanochtend vooral in het zuidoosten van het land. In de rest van het land zijn er wel wolkenvelden, maar af en toe breekt ook de zon door. Vanmiddag wordt het zicht overal beter, zien we ook wat vaker de zon schijnen, maar er blijven ook nog veel wolkenvelden aanwezig, het blijft ook droog. De temperaturen lopen op naar zo'n 17 à 18 graden, dat is toch wat hoger dan de afgelopen dagen. Vanavond ook nog wolkenvelden, een paar opklaringen en ook dan nog droge omstandigheden. En ook in de nacht blijft het droog. Morgenochtend beginnen we met wolkenvelden, morgenmiddag zien we de zon weer vaker schijnen, warmere luchtstromen het land binnen en dan worden zo'n 19 à 20 graden. De meest zonnige gebieden kunnen iets boven de 20 graden uitkomen, waar het heel bewolkt blijft is het wat minder warm. Maandag en dinsdag zijn ook nog twee heerlijke dagen met een zonnige perioden en op de meeste plaatsen droog weer. Temperaturen tussen 17 en 20 graden. Woensdag lijkt de temperatuur behoorlijk te gaan dalen, maar helemaal zeker is dat nog niet. Ik ben Michiel Schäferin van weerplaza.nl.